Their flights clogged. Hey, up mensen, hier. Je kijkt naar Spook 6-11. Would be clear for takeoff as soon as he was ready. En wij gaan Max Payne 3 spelen. We zijn bij de airport terminal. En ze zijn weer allemaal gasties. De UAV zit hier volop. Victor Bronco en Becca, die willen verdwijnen. Die wilden weggaan, vluchten uit het land. Maar Max Payne die laat dat natuurlijk niet gebeuren. Wij gaan gewoon keihard ervoor. To the next terminal is down the escalators. Nice. Gaan we hier eens even kijken. We zien nog wat. We moeten toch goed rondkijken, want dit zijn hele open plekken. Ze kunnen hier van allemaal secrets hebben gestopt. Ja, jij bent dood, sowieso. Oké, ik wil de trap die naar daar gaat. Kom dan. Zo staan toch? La 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 la. Chantum, Oh shit. Gaan we? We gaan. Wow. What the heck? Wat is dit dan? Dit zijn metro's. Wauw. Kunnen we ze ook flanken? Oh nee, shit. Oh shit. Laat maar. Ik heb niks gezegd over metro. Gelukkig heb ik hier nog ammo. Ik heb op zich niet al te veel ammo meer. Wat is dit soort SMG? Wist ik niet eens, joh. Dat was de laatste. En slow down, slow down, slow down, slow down, slow down. Slow nog meer down, slow nog meer down, slow nog meer down, slow... Pow! Leuk. It didn't look like there'd be any trams leaving until the power was on. Inderdaad. Daar heeft hij gelijk. Daar moet de power on. Gaan we met de tram? It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Is er, ja, dus. Maybe both. Het zijn zeker both. Hey. Waarom? Dan zie ik ze niet. Ze hebben wel veel duurt, zeg. Niet normaal. Doe maar weer zo. Ja, ja, doe joh. Blijf maar knallen. Ja, ja, oh. Shit. Dat is nog niet de laatste, dat bedoel ik. Dat is de laatste daar.
Kom dan, kom dan, kom dan. Ja, ja. Lekker. Dat was de laatste hoop. Ja. En dan moeten we maar eventjes ammo zoeken. Pakken. Heeft hij ook ammo voor dit geweer? Want dit vind ik wel een super vet geweer. Alsjeblieft iemand, ammo. Het geweer. Nee, allemaal hebben ze dit geweer. Nou, dan gaan we dit geweer pakken. Reloaden we even. Pakken we ammo van dit geweer. Nog meer ammo. Kan toch wel. Ja, kijk, 125 ammo. Hier nog? Nee. Oké, dan gaan we hier. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. Recharge, Max, come on. Pulled into the station and met more murderous assholes. Even zitten. Holy shit, what the fuck? Die andere meter. Of course there'd be a tram full of goons trying to derail me. What the heck, man? Come on, come on, come on. Yeah, 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 yeah. Zo, dan gaan ze voor mij staan. Dat zou wat zijn. Ja, ja. Ga jij er ook eens aan? Alsjeblieft? Nee? Ja, dus. Hij wou er wel aan. Wauw. Jij ook. Ah, oh, zie net twee hoofdjes zo. Bam, dat was de laatste. Gelukkig. Maar ja. Haley? Nee, niet met zo'n speciale dude. Nee. Oh. Wat gaan ze doen? Wat gaan ze doen? Hallo? It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. So, everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Oh shit, daar gaan ze de bocht op, zie je ineens niet. Dat is wel stoer. Bam, dat waren ze hoor. Zie me lopen dan. Ah nee, niet nog meer. Wat lachen ze? Oh nee! Ga naar die andere kant. Jump naar die andere tram. Ja, 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 hij doet het ook nog! Oh, Max! Held! Jij bent echt mijn held, Max! En, boom! Wauw! Genius! Geniaal! Nou, nu zit hij in die andere tram. The tram was slowing down. And I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could. And see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Yes. Becker's gimps were everywhere. So he and Bronco must be close. Heel dichtbij. A smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style. Whoa. And it's too late in the day to hope for change.
too many people. They throwing numbers at this problem, but then I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation and not much else. Fabricas Branco. No, they were all Fabricas Branco. The further in I got, the more guys I saw. No movements. Wasn't running a police force. He was running an army. Yeah. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. En wat daar gebeurt, dat zien we de volgende aflevering. Max Payne 3. Dit lijkt wel een suicide mission, een zelfmoordmissie. Maar dat kan hem helemaal niks schelen. Max Payne is nou eenmaal een beetje eigenwijs. En hij is gewoon een doodnormale man. Maar wel een superheld. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik bedank jullie voor het abonneren. Druk even op dat duimpje omhoog. Dankjewel ervoor. En tot de volgende keer bij Spooky 611. Doei!